Het is de Graafschap tegen Roda JC, de nummers 17 en 16 van de Eredivisie. De vrije val van de Graafschap houdt maar niet op. De Doetinchemmers haalden slechts 2 punten uit de laatste 9 wedstrijden. En ook bij Roda is het kommer en kwel. De Limburgers verloren 4 van de laatste 5 duels. Het is de slechtste seizoenstart van Roda in 35 jaar. Maar vanavond debuteert Harm van Veldhoven als trainer van Roda. Vorige week zag hij vanaf de tribune zijn nieuwe ploeg in actie bij Volendam. En na een week hard trainen zit hij nu voor het eerst op de bank. Mocht overigens Roda dit seizoen degraderen, dan mag de Limburgse club het contract met Van Veldhoven meteen verscheuren. In Voetbal International beet hij deze week meteen van zich af. De opstellingen. Bij de Graafschap keert rechts achter René Bot terug in de ploeg. Hij bleef bijna 2 maanden langs de lijn met een hardnekkige spierblessure. Bot heeft nog nauwelijks wedstrijdritme, maar door een stortvloed aan blessures moet trainer Henk van Steen nu al een beroep doen op de ervaren verdediger. Weinig verrassingen in de eerste opstelling van Harm van Veldhoven bij Roda. Hadouir krijgt voorin een basisplaats, maar dat heeft te maken met de blessure van Cizé. De aanvaller uit die voorkust bleek in de warming-up niet fit genoeg, waarna Hadouir de voorkeur kreeg boven Aubert. Met 12.000 toeschouwers is de Vijverberg goed gevuld. De Graafschap Roda, scheidsrechter is de Belg Luc Wouters, commentator Jeroen Guttig. Bot. Een maand of 2 uit de roulatie geweest vanwege spierproblemen. En hier Roda in de problemen met Oost die de bal naast schuift. Een enorme kans nadat het achterin opzichtig fout gaat bij Roda JC. Maar Jason Oost is allesbehalve de killer voor het doel. Jean-Paul Saïs. De bal lijkt te hard voor Yulu Matondo, maar die krijgt hem nog voor en raakt notabene de buitenkant van de paal. Raar moment in de 7e minuut. Den Oude. Wordt opengedraaid door Jungschläger. Bot staat al te wachten. De Ridder loopt weg uit de rug van de Jong. Steve de Ridder. Hier de kans voor de Ridder. Maar het doelpunt van de Graafschap wordt voorkomen door Jean-Paul Saïs. Ten Oude. Slecht afgespeeld. Hier komt Roda met Yulu Matondo. Yulu Matondo is los van Heesen, maar schuift de bal voorlangs. Yulu Matondo uit de dekking gekomen. Meeuwen schuift in. Hetzelfde geldt voor linksback de Jong. Op deze manier melden veel spelers van Roda zich op de helft van de Graafschap. Met de Vouw die het nog maar eens van afstand probeert. Goeie knal van Davy de Vouw. Keller heel slordig. Via Bodor hier opeens Hadouir. Doel is leeg. Hadouir, maar de bal nog voor de lijn gekeerd door Leon Heesen. Als Roda gevaarlijk wordt, dan is dat meestal na balverlies van de Graafschap. Negatieve rol dus voor Stefan Keller. Von. Op links. Veel vrijheid voor Willem Jansen. Jansen loopt de drukte in. Hadouir. Ah, oh, prachtig gered door Erik Heijblok. Na een mooi schot van Anouar Hadouir. Spanning op het gezicht van Harm van Veldhoven. Oost. Wordt eigenlijk te weinig betrokken in het spel van de Graafschap. Probeert er nu langs te komen. Leek zelf de overtreding te maken, maar Wouters zag dat anders. Geeft de vrije trap aan de Graafschap. Buis met de vrije trap. Den Oude verlengt. Nee, het is uiteindelijk Bodor. Dit past eigenlijk helemaal bij het beeld van de wedstrijd. Het is amusant in de eerste 35 minuten, waarin veel fout gaat, maar waarin dus ook veel te beleven is. Oost. Bot. Schot van René Bot. De aanhang van de Graafschap gaat achter de thuisploeg staan. Den Oude. Buis met veel ruimte. Oost. Oost met het schot. De Graafschap brengt Roda meer en meer in de problemen. En op basis daarvan heeft de thuisploeg recht op een doelpunt.
Rechtermiddenvelder Ruud Vormer is overgekomen voor deze vrije trap. Die wordt weggekopt door Den Oude. Bal teruggebracht door Bodor. Wat ongelukkig gekopt door Jungschläger. Meeuwis. Hoekschop. Vormer. K. En dan hier. Hadouier met het doelpunt. Roda komt op voorsprong. Het is tegen de verhouding in. Maar het is wel een mooie treffer van Anouar Hadouier. Een eerste succesje voor Harm van Veldhoven als trainer van Roda JC. De hoekschop komt op het hoofd van Pamodou K. En dan heel fraai binnengeschoten door Hadouier. 1-0 voor Roda JC. Heesen. Asseidi. Zoekt het wel op met Linssen. Nee, gaat het uit de weg. Bereikt hier Buis. Buis. Via Jungschläger alsnog Asseidi. Nu wel, de dubbele schaar. Balletje binnendoor en dan achterin. De bal op de lat geschoten door Jason Oost. Lekkere bewegingen van Asseidi. Zet de bal achterin terecht bij Oost. Bovenkant lat. Slechte trap van Castro. Den Oude. Naar De Groot. De Groot. Voorzet is goed. Hier is Den Oude. Hoe groot moet de kans zijn? Wil de Graafschap hier vanavond gaan scoren? Den Oude krijgt de bal in het gezicht in plaats van op het voorhoofd. Maar dan nog. Vormer. Julio Matondo. Geen buitenspel. Komt hier de beslissing? Nee, want daar is Heesen weer. Heesen. K. Over De Groot heen. Julio Matondo is Heesen nu kwijt. Julio Matondo achterin Hadouier. Julio Matondo nog altijd en dan Hadouier. Bodor. Het gaat met de nodige omwegen en het leidt uiteindelijk niet tot het voor Roda gewenste resultaat. Namelijk de tweede treffer. Julio Matondo wint daar zomaar dat duel van Keller. Julio Matondo en Heesen. Vlot. Oost. Dat is goed gedaan. Jason Oost. Nu dan. Oost. 1-1. Het is loon naar werken voor de Graafschap. En het is niet toevallig dat Jason Oost hier het doelpunt voor zijn rekening neemt. Oost draait naar binnen toe. De Jong staat daar slecht te dekken. En als Oost de bal dan voor zijn linkerbeen heeft, vindt hij de verre hoek. 1-1. Julio Matondo had de wedstrijd tot twee maal toe kunnen beslissen. Nu staat het 1-1. Misschien daarom wel door Van Veldhoven naar de kant gehaald. Vormer. Den Oude komt weg. Asseidi. Nu is het Meeuwis die een duwfout maakt. En hier de vrije trap snel genomen door de Graafschap. Zit er nog meer in voor de thuisploeg in de extra tijd die 2 minuten bedraagt. Schot van Buis is verraderlijk en gaat maar net naast. Asseidi. Waarschijnlijk de laatste mogelijkheid voor de Graafschap. Asseidi. En opnieuw een vrije trap. Is dit het moment voor Henk van Steen en zijn ploeg? Het wordt Jordi Buis. Goeie bal, maar overgetikt door Castro. En dan fluit scheidsrechter Wouters af. 1-1 door doelpunten van Hadouier en Oost. Beide ploegen schieten daar eigenlijk heel weinig mee. En een nieuwe trainer betekent dus niet direct een overwinning. Er is bij Roda nog geen sprake van een zogenaamd Harm van Veldhoven effect.
Goed, ik denk iemand die vorige week ze heeft zien spelen naar Volendam, denk ik dat er zeker heel goede zaken waren vandaag. En als je alles bij elkaar hier de kansen ziet, dan is eigenlijk Roda die het meeste recht had om te winnen. Dus al bij jou is dat zeker niet ontgoochelend. Maar wij moeten hard werken om ook de volgende wedstrijden naar ons hand te zetten. En dat moeten wij collectief invullen. En dat is ook geen drama. Daar moet je rustig in blijven. En daar gaan we ook rustig aan beginnen werken. Wat gebeurde er nou precies bij de enorme kans van jou? Nou, dat was een uitstekende bal van Donny, dus dat is geen excuus voor mij. Maar die bal, op het laatst zakte die bal en die viel precies op mijn lip. Dus op dat zag ik op het laatst. Dus dan twijfel je borst, kop, ja, en dan valt hij op je lip. En dan kan hij er nog steeds in, maar hij ging nu aan de verkeerde kant van de paal. Maar dat zie je ook als het tegen zit, dan